Aphrodite-orchidee heeft samen met WPS Horti Systems BV een uniek plantordersysteem ontwikkeld voor de verwerking van Phalaenopsis. Speerpunten van het ontwerp waren onder andere optimale ruimtebenutting, optimale bescherming van de kwetsbare plant, grote flexibiliteit in het samenstellen van orders en ergonomisch ingerichte werkplekken. Planten worden uit de container geraapt en in de gepatenteerde bloeiemmer geplaatst. De bloeiemmer is voorzien van een RFID-tag, waardoor vanaf dat moment alle relevante gegevens met betrekking tot teeltduur en meetrapporten van het Vision-systeem geregistreerd worden. De planten worden naar de stoksteekposities getransporteerd. De stoksteekposities zijn uitgerust met opdrukkers om planten gemakkelijk uit de bloeiemmer te kunnen halen. De werkplekken zijn in hoogte verstelbaar voor de optimale ergonomisch verantwoorde werkhouding. Na het stoksteken worden de planten beoordeeld op verwachte afleverdatum en aantal takken en vervolgens weggezet in de sorteerbuffer. Indien voldoende planten aanwezig zijn in de sorteerbuffer om een container te vullen, worden deze afgestuurd naar een terugzetrobot. De robot plaatst de bloeiemmers volautomatisch in verband op de containers. De bloeiemmers beschermen de plant bij het terugzetten en geven de robot een betrouwbare aangrijpmogelijkheid. De met bloeiemmers gevulde containers worden in de bloeibuffer gezet voor verdere afkweek. Zodra de planten afleverbaar zijn, worden de containers naar de uitraappositie getransporteerd. Dragers zonder bloeiemmer worden aangevoerd. De container wordt hier handmatig uitgeraapt. Planten worden vervolgens getransporteerd naar een tweede Plant Vision System, waarna de planten in de afleverbuffer ingevoerd worden. Mochten er nog planten ingevoerd worden welke nog niet afleverbaar zijn, zullen deze automatisch weer naar de sorteerbuffer getransporteerd worden. In de afleverbuffer worden planten op sortering weggezet. Kleine sorteringen kunnen gemengd weggezet worden in één goot. De afleverbuffer is uitgevoerd met twee lagen op een bovenlaag. Het bebouwde oppervlak wordt hier dus in drie lagen gebruikt, waardoor de ruimtebenutting door het systeem letterlijk en figuurlijk op een hoog niveau ligt. Orders worden ingegeven in de WPS Order Control software. De benodigde informatie, waaronder de verkoopbare voorraad, wordt op een overzichtelijke en complete manier gepresenteerd aan de verkoper. Het ingeven van orders is hierdoor eenvoudig en kan snel worden uitgevoerd. Zodra de opdracht is ingegeven, wordt deze door het systeem uitgevoerd. Vanuit de buffer worden orders afgestuurd naar de inpakstations. Orders kunnen op twee manieren verwerkt worden door het systeem. Orders samengesteld uit de hoofdsorteringen worden direct in de juiste volgorde afgestuurd. Om de planten uit goten waarin meerdere sorteringen zijn samengevoegd in de juiste volgorde naar de inpakstations te kunnen sturen, is een mengbuffer geïnstalleerd. Deze buffer splitst de planten in een order uit op sortering om ze daarna opnieuw samen te voegen, maar dan in de volgorde zoals opgegeven door de gebruiker. Een automatische inhoezer is in staat om met hoge capaciteit de Phalaenopsis in te hoezen. Ook hier worden de planten uit de bloeiemmers omhoog gedrukt, zodat de kwetsbare plant optimaal aangeboden wordt aan de inhoezer. Lege dragers worden vervolgens afgevoerd naar de lege dragerbuffer.